Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlize en ik ga jullie meenemen door mijn weekboodschappen heen. Ik heb ze besteld bij de Jumbo met een timestop tussen 8 en 10. En ik kreeg gisteren de melding dat het tussen 8 en dan maar 10 of half 9 bezorgd zou worden. Dus ik dacht, ik moet toch vroeg mijn bed uit. En ik kreeg, terwijl ik mijn gezicht aan het wassen was, de melding: we zijn er over een paar minuten. En ze waren om 5 voor 8. Dus ik ben nog een beetje blote billen gezicht. Maar goed, ik wil het ook niet te lang maar aardig laten staan. Want er zitten wat dingen bij die kunnen ontdooien. Dat is niet heel handig. Ik heb het weer bij de Jumbo besteld dus. En het was €135,65. Als antwoord, ik geloof dat het 65 was. Dus het is ruimschoots goed gemaakt wat ik vorige week had bespaard. Maar ik heb ook dan wat extra dingetjes die wat van wat merkdingen zijn. En ik zag dat ik een aantal dingen dubbel had. En ja, je zal het zien, dat is gewoon ook een beetje aanvullen van de vriezer weer. Van dingen die we met enige regelmaat moeten inkopen. Het allemaal zien. Ik heb weer, zoals altijd, onder in de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. Een beetje als achtergrondinformatie. We zijn vandaag en morgen nog maar met z'n tweetjes. En ik heb vanavond nog een avonddienst. Dus dan eten we heel bijzonders. En woensdag en donderdag en zondag zijn we met alleen mijn kinderen. Dus dan zijn we met 2 kinderen en 2 volwassenen. En vrijdag en zaterdag zijn we met 4 kinderen en 2 volwassenen. Dus weet je hoeveel eten wij nodig hebben? Dat was het voor de intro. Vinden jullie boodschappen en shopvlogjes nou leuk? Dan deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. Want iedere vrijdag post ik dus de boodschappen van die week. En dan gaan we nu beginnen met de boodschappen. Zoals je ziet is het weer een hele boel. Maar we gaan gewoon beginnen bij het avondeten. Vandaag is het maandag. En ik heb dus vandaag een avonddienst. En Pascal die heeft 3 kwartier, klein uurtje, om na zijn werk wat te eten, want dan moet daarna zijn dochter naar Turner brengen. En dan vindt hij zelf iets van pizza's of iets opwarmen wel heel makkelijk. En ik had geen pizza's meer. Er was nu een aanbieding, 3 voor, I don't know, hoeveel. Maar dat kunnen we dan dus lekker in de vriezer doen. En dan kan hij dat pakken als ik een avonddienst heb en hij snel weg moet. Morgen eten we nasi. En waarschijnlijk maak ik gewoon weer een dubbele portie. Dat, omdat er maar z'n tweeën zijn. Maak een dubbele portie en dan gaat 1 portie in de vriezer. En dan als ik weer een avonddienst of zo heb, of ik moet ze ook snel even wat kunnen meenemen, dan kunnen we dat doen. In ieder geval weer genoeg kroepoek, want het is er 3 voor €2. De nasi kruiden, we hebben er nu kipsauté bij. En de nasi groenten, rijst heb ik nog staan. En we kunnen er even een eitje bij, doorheen mixen nog. Dus dat komt allemaal wel weer goed. Dan eten we woensdag kipsnietsels met versiebankjes en opbakaardappeltjes. Dit zijn er wel 4 en ik heb er 2. Want dit hebben we vorige week of 2 daarvoor ook gegeten. En mijn kinderen vinden deze dus ook heel lekker. Mijn zoon eet echt als een boterwerker. Die kan er makkelijk 2 op. En vorige keer was het gewoon te weinig. We hadden maar 4 met opbakaardappeltjes en spergieboontjes. En de boontjes waren op, de aardappeltjes waren op en de kaasnietsels waren op. Meestal deden we eigenlijk, deed ik gewoon 4 stukjes vlees of vleesvervanger. En als het in de 4-pack komt, 9 of 10 keer. En dan eet mijn zoon eet een hele, mijn dochter eet een halve. En wij eten dan een hele. En die halve die wordt dan verdeeld onder de armoedzaaiers. Maar nu merk ik gewoon dat ze, ja, mijn kinderen worden ook groter. Dus ze gaan echt steeds meer eten. Ze eten heel goed. Dus we gaan gewoon kijken hoeveel we er overhouden als we er 8 doen. Ik denk dat het weer net te veel is. Maar ja, qua prijs maakt het niet zo heel veel uit wat ik er losse van 2D of de voordeelverpakking. Het maakt niet zoveel uit. Dus ik denk, ja, dan hebben we er misschien 1 over. Die komt ook wel op onder de armoedzaaiers. Dan eten we een keertje macaroni. Daar heb ik alleen maar Italiaanse roerbakmix voor nodig, want ik heb nog macaroni liggen, ik heb nog de saus liggen en ik heb nog gehakt liggen. En ik heb meer als genoeg geraspte kaas, dus dat komt ook goed. Dan eten we vrijdag gehaktballetjes. Nou kan je die ook zelf maken, maar daar ben ik niet heel handig in. En daar moet ik ook tijd voor hebben en dat heb ik waarschijnlijk vrijdag niet. Dus we hebben lekker gehaktballetjes kant en klaar en daar doen we aardig wat anders bij. Daar wou ik ook nog broccoli bij doen, maar die heb ik blijkbaar niet besteld. Maar ik heb nog wel spinazie liggen. Ik heb nog witte bonen en tomatensaus liggen. Ik heb nog speciaal uit blik liggen. Ik heb nog, nou ja, van alles. Dus als we daar niks in vinden, dan kan ik misschien nog van de week even langs de winkel of zo. Maar moeten we even kijken. Zaterdag eten we dus friet met snacks. En alle snacks zijn op. We hebben geen kaasvlees meer. We hebben geen kroketten meer. En ik geloof nog 2 frikandellen. Dat is natuurlijk niet genoeg voor 2 volwassenen en 4 kinderen. Dus dat heb ik even allemaal bijbesteld. En dan eten we zondag eten we weer een maaltijdpakket. Ik dacht we gaan eens de Marokkaanse couscous proberen. Moet je alleen maar zelf kippendijfiletjes, olijfolie en water toevoegen. Zegt voor 4 personen. Ik denk dat we hier wel wat van gaan overhouden. Want dit vinden mijn kinderen niet zo lekker. Dus als die een half bordje eten is het al veel.
dan inderdaad een kippendijfiletjes. En dat was het dan voor het avondeten. Ik heb wat extra komkommer. Eventueel voor mijn saladetjes of voor de kinderen mee naar hun schoolshow. Dat vinden ze heel fijn. Crystal clear voor Pascal. Taxi voor die kinderen. Flesjes water voor naar ons werk. En cola, no caffeine voor mij. Een heleboel eieren. Ik heb 2 dozen gedaan, want ze waren echt helemaal op. En ja, alle kinderen vinden eieren nu lekker. Dus ik heb van de week ook een aantal keer eieren mee naar school gegeven. Ei op brood. Ik eet zelf tussendoor als tussendoortje eieren. Of als de lunch maak ik een lekker eitje. Het gaat gewoon heel hard. Dan komen we aan bij het punt waarvan ik denk, ik heb dubbel besteld. Want ik wou deze bestellen voor Pascal, want die neemt dan iedere dag mee naar zijn werk. Maar deze, of ik nou eerst die niet kon vinden en toen deze alvast in de winkelmandje heb gedaan en dat ik ze er niet meer heb uitgehaald. Of dat ik, I don't know, ik weet niet hoe die in mijn winkelmandje terug zeg ik ook, maar zit er erin. En deze is helaas ongesneden, daar heb ik niet goed op gelet. Ik was er ook mee aan het rommelen van heb ik nou de ongesneden. De gesneden was binnenkort pas weer beschikbaar. En I don't know, dus ik heb nu gewoon heel veel ontbijtkoek. Komt vast ook wel op, maar het is gewoon, ik denk, dat had niet nodig geweest. Dat gaat eigenlijk ook een beetje voor dit. Die kinderen vinden deze heel lekker. Die hebben we een keer er gratis bij gekregen. De vruchtensiroop. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem zelf ook lekkerder als die in Carvon Sevitan of in die in blikflessen. Maar we hebben nog best nog een blikflessen. Dit was niet echt nodig geweest, maar ik dacht, het is toch lekker als je keuze hebt. Dus vandaar. Dan komen we bij al het ongezonde. De uitdeelzakjes, altijd handig voor als de kindjes komen spelen. Of als je gewoon zomaar net om 1 uur of 4 even een pick-me-up nodig hebt. Voor die kinderen heel handig. Gewone chipjes voor het weekend enzovoorts. Deze hebben mijn kinderen vorig weekend bij mijn moeder op. En daar zaten ze heerlijk van te smikkelen. En toen dacht ik, dit vind ik eigenlijk wel makkelijk. Ze zijn allebei chocoholics. Dus ik neem er gewoon een aantal mee. Handig voor bij de zwemlessen die we nu hebben. Of hè, als we weg moeten, in mijn tas gooien. Deze, ik zag het nu op televisie voorbij zijn gekomen. Bij een reclame. Ik denk bij een reclame tijdens het sporten. Dat is nooit niet goed als je dan etenreclames krijgt. Dat zijn van die mini-crackertjes van Tuk. En daar zag ik dan een tapas dingetje bij. Ik denk, oh, maar dat is ook wel lekker. Want ik heb nog van dat salsa. Dat gaan we gewoon proberen. We hebben, dat is meer voor het brood eigenlijk, chocopasta. Maar ik kan me dus niet herinneren dat ik deze in een winkelwagentje heb gedaan. Wel dat ik hem heb gezien. Misschien had het iets te maken dat hem in een aanbieding was of zo. Ik weet het gewoon niet meer. Dat is het nadeel als je het een bijna een week van tevoren bestelt. Speculoos heb ik wel met willens en wetens besteld, want die was bijna op. En we hebben blauwe bessen, 2 portie druiven voor mee naar school. Appels heb ik nog, peren heb ik nog. Ik wou nog bananen bestellen, maar dat ben ik volgens mij ook vergeten. Smoeltjes hebben we, olifantentanden en knappertjes voor in de koektrommel. Deze hebben we mee naar school en voor tussendoor. En dan nog vuilniszakken hadden we nodig. En dan heb ik echt een heleboel gratis dingen. Dit zijn, dit is ook een van Carver Sevitan, ja, Carver Sevitan. Siroop voor het volwassen smaak, dat is de citroen en sinaasappelbloesem. Kunnen we proberen. Misschien wel lekker. Ik heb trouwens ook de Iced Tea Cold Infusion gezien. Of de Lipton. Ja, en die lijkt me ook lekker. Maar die zat er dus niet bij, dat is een beetje jammer. Maar goed, we hebben dus in ieder geval wel blends, citroen en sinaasappelbloesem van Carver Sevitan. Kunnen we die proberen. Er zat 30 plus jonge kaas bij. Dus dat er ook een boekje bij zat. Anders had ik niet gedacht dat ik die gratis had gekregen. Maar gewoon verkeerd had besteld. Wortel tot hier juist. Ik weet niet waarom we die er gratis bij kregen. Maar die bestaat ook al een tijdje. Misschien anders is een nieuwe variant. Maar die krijgen we er dan weer niet bij. Dat is de paprika. Deze. Zullen de kinderen vast wel lekker vinden. Beef jerky. Nou, dat vind ik altijd wel lekker als tussendoortje. En de Cassis Zero. Kunnen we ook gaan proberen. Dus al met al een heleboel boodschappen. Wat je misschien wel gemist hebt in de boodschappenshopblog zijn beleg en kaas. Nou had ik ook gedacht van ja, maar we hadden nog een heel pak kaas vorige week op voorraad. Dus we hadden 2 hele pakken kaas die nog dicht waren en nog een klein stukje. Ik denk, oh, dat hoef ik niet te bestellen. Dat was fout van mij. En eerst omdat er natuurlijk nog een heel weekend overheen ging. Eigenlijk nog een hele week. En omdat we van het weekend tossies hebben gemaakt. En dan gaat het ook heel erg hard met je kaas. Dus misschien dat ik dat van de week ook nog even op moeten pikken. Want ik weet niet of we daarmee tot volgende week maandag gaan hebben. Ik denk het niet. Het is nog maar 1/3. Zelfs met de jonge kaas erbij gaat het denk ik niet worden. En beleg heb ik altijd nog in mijn vriezer liggen. Dat moet ik echt een beetje gaan opmaken. Dus dat heb ik ook niet besteld. Roomboter hadden we nog. Nou ja, dan ben je alweer een aardig eentje voor je brood.
Het brood zelf had er trouwens ook nog genoeg, want er liggen er nog 2 hier in de vriezer en nog 2 in de schuur in de vriezer. Dus meer als dat. En ik vond het wel weer genoeg. Het is wel heel veel. Wat ik zeg, ik heb wel een aantal dingen dat ik denk, net als bananen en appels en dat soort dingen, dat hoefde nu ook niet zo. Want de kinderen komen pas vanaf woensdagmiddag terug. Nou, dan gaan ze nog 2 dagen naar school en dan het weekend. Dus dan eten ze meestal niet heel erg veel fruit. Ja, gewoon normaal hoeveelheden. Dus dan is het goed. Dus dat was het voor deze shopvlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als het was, dan is je een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En wil je alles op je gemakje teruglezen, kijk dan even onder in de beschrijving. Daar schrijf ik alles uit. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend en tot de volgende keer. Doei!